Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag woensdag en we gaan zo meteen naar Mahmia. Pascal, ik heb een tripje gepland voor vandaag. We gaan heerlijk de dag op de boot doorbrengen. Dan gaan we snorkelen en we gaan naar Mahmia, dus dat eiland, dus dat Pauti-eiland waar we naartoe gaan. Echt heel veel zin in. Het moet echt heel erg mooi zijn, dus we kunnen hele mooie beelden maken en leuke foto's maken. Dus daar heb ik echt zin in. Dus we zitten nu aan het ontbijt, even snel een ontbijtje en dan gaan we zo meteen voor de rest klaarmaken. Even de tas inpakken en dat soort dingen. En ik heb nu lekker een eitje en ik heb wat fruit, wat appel en wat sinaasappel. En dan gaan we zo meteen ons klaarmaken. Pascal even drinken halen voor ons en dan kunnen we even lekker ons ontbijt opeten en drinken. En dan kan de dag lekker beginnen. Ik hoop dat je er net zoveel zin hebt als ik. Doe dan vooral je duimpje omhoog. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dan kan dat door de rode knop hieronder te drukken. En ja, dan ga ik gewoon lekker genieten van deze dag. En ik hoop dat jullie met mij meegenieten. En dit is mijn outfit voor vandaag op de boot. Lekker simpel jurkje van AliExpress. Echt ideaal, hij is gehaakt. En dit is de zijkant en de achterkant. Ja, kan ik nu niet? Ja, kan je al zien. Dit is gewoon lekker een open rug. En deze heb ik ook wel in mijn shoplog laten zien met nog meer AliExpress items. Dus mocht je die nog niet hebben gezien, ik zal even een linkje hier plaatsen. De slippertjes eronder aan, dus let's go! Het is heel netjes. We zijn al vaak een boottocht hebben in ieder geval gemaakt in Oeganda. En dan zag het toch wel wat anders uit. Maar hier op het restaurantje waar we begonnen was echt super netjes. De boot ziet er ook goed uit. Dus ik denk dat het heel goed komt. Ik zit nu op luxe handdoek hebben we meegenomen. Dit is super leuk. Dus ik hoop dat we zo meteen gaan varen. Ik ben wel bang om een beetje zeeziek te worden. Maar goed, we gaan het zien. Je ziet het ook wel achter me. Ik ben best wel een beetje koud, misschien hoor je dat ook wel. Geen idee, maar ik denk door de airco hier. Ja, het ziet er super lekker uit. Ik ga je meteen nog even de beelden laten zien. Echt heel mooi hier. En Lux is ook mee naar Mahmia. Pascal, ik heb ons plaatje gevonden. We zitten lekker hier onder parasolletjes. Echt heel erg mooi hier. Ik kijk hier al uit op de zee, dus dat is echt ideaal. We gaan even een rondje lopen en even het eiland bekijken.
is hier echt ontzettend warm. Pas kan ik heb ook even ijs gekocht. Ik heb een Magnum Red Velvet. Nog nooit gehad, maar ik ben heel erg benieuwd naar. Ik ga snel opeten voordat hij smelt. Pas kan ik heb een lekker ijsje gehad. En ik heb een alcoholvrije cocktail net ook nog gehad. Een Virgin Mojito. Was echt super lekker. En echt een super mooi uitzicht. En geweldig. Maar we gaan nu onze snorkels opdoen. En we gaan eventjes snorkelen hiervoor. Neem de GoPro mee. Ik hoop dat weer alles lukt. En als het lukt zien jullie nu de beelden. Snorkelplaats ziet er echt heel mooi uit. We hebben dus even gestopt en we gaan weer snorkelen. En onze lunch, salade met van allerlei pasta, rijst, vlees en watermeloen. Wij zijn onderweg terug naar de boot. De zon is onderaan gegaan, dus ik hoop dat we nog een mooie zonsondergang op de boot zien. En als dat zo is, dan ga ik dat natuurlijk voor jullie filmen. En het is inmiddels nu ongeveer 5:30, dus we gaan lekker weer terug. En als we terug zijn, heerlijk onder de douche, want ik voel echt helemaal zoutig aan. En dan gaan we weer lekker eten. Ik ben weer fris en fruitig, lekker gedoucht. Al het zeezout er weer helemaal af. Haar ook weer schoon, dat was ook wel heel erg fijn. Want het voelde gewoon echt helemaal droog aan. Maar goed, we hebben wel echt een super toffe dag gehad. En we hebben net gewoon nog op het laatste dolfijn gezien. Of nou ja, in ieder geval één dolfijn. Echt super gaaf. En dolfijn in het wild, dat vind ik echt super mooi. Ik heb het 1 keer eerder gezien, ook in Egypte. En ja, ik ben gewoon verliefd op die beesten. Ik heb vroeger boeken van dolfijnen gelezen.
En ja, ik vind het gewoon prachtig. En ik heb er dus gewoon vandaag weer eentje gezien. En ja, ik heb een klein stukje gefilmd. Het was wel heel moeilijk om te filmen. Maar het is gelukt, dus dat heb je net hiervoor kunnen zien. En ja, nu is het tijd om te gaan eten. En ja, ik heb ook best wel honger inmiddels. En dus we gaan gewoon lekker die kant op. En ons eten voor vandaag. Ik heb vandaag kibbeling met kip, groentes en patatjes. Pascal die heeft ongeveer hetzelfde, alleen dan met een biertje. En ik heb cola zero. Wij zijn er met de taxi naar de Sensormall gereden. We zijn nu bij de Sensormall, we moeten nog even een klein stukje lopen. En het is echt hier heel bijzonder met de taxis, want ze mogen hier gewoon op hun telefoon achter het stuur zitten. Die man liet ons foto's zien van zijn familie. Echt heel bijzonder, maar goed, dat kan dus allemaal hier. En het is echt nog een klein stukje lopen, we moeten even de weg oversteken. En dan zijn we dus gaan weer lekker winkelen. We zijn in de Sensormall en komen net echt uit een heel leuk winkeltje hier achter mij, Deja Vu. En daar hebben ze dus allemaal tassen en portemonnees met het merk Deja Vu Lux. Dus ja, dan moest ik wel een tas en een portemonnee kopen, dus dat heb ik gedaan. Echt super leuk. En ja, nu ga ik even naar de supermarkt. Ga even kijken of ze daar nog lekkere dingen hebben om voor een video op te nemen nadat ik terug ben van vakantie. Pascal en ik komen net van Spinnies en dat is de supermarkt hier. En daar hebben we echt allerlei lekkers gekocht voor een video om allerlei dingen uit Egypte te gaan proberen. Geen idee of het lekker gaat zijn, maar dat gaan we zien. En in totaal waren we voor alles wat we in deze tas hebben zitten maar €3,50 bij. Dus dat is echt heel bizar, maar goed, helemaal top. Wij zijn weer terug op onze hotelkamer. We hebben net nog eventjes wat drinken gehaald bij Café de Paris. En er was helemaal niemand, dus ik heb gewoon maar lekker self-service gedaan. Het waren toevallig nog... Oh! Andere Nederlanders die ook drinken wilden, dus daar heb ik ook drinken voor ingeschonken. En al het stroom valt momenteel uit. Oh, hier ben ik weer. Al het stroom viel ineens uit en is ook weer terug. De airco doet het nog niet, maar die gaat het zo vast wel weer doen. En ik ga in ieder geval vast een vlog afsluiten. We gaan nog even lekker wat op ons balkonnetje drinken en dan gaan we lekker slapen. We gaan morgen weer een beetje op tijd eruit. Dus ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Ik heb weer een hele leuke dag gehad. Ik vond Mamiya echt super geweldig. En mocht je je afvragen of de toiletten daar schoon zijn, ik ga niet graag ergens anders naar het toilet. Maar daar was het echt geen probleem. Het was echt super schoon. Het eiland was super schoon. Dus echt een aanrader om naartoe te gaan. Ik ga nog even lekker wat drinken, lekker slapen. En tot bij de volgende video. Doei doei!